Peukje erbij, hè? Lekker. Ja, nou, we zijn dus bij Adrie. En ik weet zeker dat jullie me allemaal kennen als jullie de beelden van zo meteen zien. Ik kwam er op Stadhuisplein aan, 's morgens al. En toen kwamen die jongens allemaal al en een biertje brengen en een feesten en noem maar op. Toen tilden ze me al de lucht in natuurlijk. Maar toen wij met die 3-0 begonnen te winnen, ja, toen kwam in één keer alles los. Maar het was 3-1 zo, toch? 3-1, Adrie. 3-0 hoor. 3-1 toch? Het was ook niet belangrijk ook dat doelpunt. Nee. Wij waren al het feest vieren. Ik ben in het revalidatiecentrum geweest toen mijn tweede been eraf ging. En toen zag ik een man zitten, die had een broerte gehad. En die zat er echt helemaal doorheen. En die man die heb ik opgefleurd en geholpen met mijn enthousiasme. En die familie van hem, die was zo blij daarmee dat ik die man eruit haalde. Toen heb ik dat beeldje van gekregen van hun. Eén ding wil ik nog even uit je kast halen. Ja, die speldjes. Ja, dat mag. Mag dat? Ja, natuurlijk. Mag nou, ga ik weer, hè? Deze dus. Ja, yeah. Mooi, hè? Hey Adrie. Ja. Ik zie je, nou ja, eerst voor een thuiswedstrijd, denk ja, ik, hè? Zeker. Ik zit op vakje U. Hey, super bedankt. Hey, hoi, hoi. Oh, speldje! Kom hier, speldje.